Hallo iedereen, hartelijk welkom bij alweer de muzikale uitdaging. En we zijn hier weer in de studio bij Kees Tel. En we gaan zo dadelijk weer een onderwerp te horen krijgen. En dan gaan we weer opnemen. In een tijd van 3 uur maken we een liedje, schrijven we een liedje, arrangeren we het en nemen we het op en mixen we het uit. En dan krijgt u het thuis te horen. Ja, dat is heel goed gezegd. Dat heb je in 1 keer gedaan, hè? Ja, in 1 take. In 1 keer op, let op. Nou, welkom bij de muzikale uitdaging voor alweer. 3 tellen wachten. Even in de camera kijken. Ja, maar waar gaan we het over hebben dan, moet ik zeggen. We komen net aan, hè? Ah. Nou, Nee, 3 tellen wachten. Goedemorgen, mag ook? Nee, we zijn al ook s'avonds stil. In de camera kijken, microfoon nog wat vasthouden, 3 seconden wachten en dan beginnen. En niet nou. Je begint elke keer met nou. Hallo, iedereen hartelijk welkom bij de muzikale... Want ik zei nog iets. 3. Hallo, iedereen hartelijk welkom bij de muzikale uitdaging. Hij zegt ja en dan... Wacht dan vanaf nu 3 seconden. Hallo, iedereen hartelijk welkom bij de muzikale uitdaging. En we zijn vanavond weer de... En we zijn vandaag... Ja, hallo. Nee. Hallo, hallo iedereen hartelijk welkom bij de muzikale uitdaging. Van alweer de 3e aflevering. Dit is aflevering nummer... 8. De muzikale uitdaging die we nu gaan opnemen bij Kees Tel. Kom, we gaan naar binnen, want de producer kan zo bellen voor het onderwerp. We krijgen een onderwerp en we krijgen een soort van melodielijn. En daar moeten we binnen 3 uur mee doen. Ja. Een persklare single maken. Het is echt... Het is kloten weer. Nou. Kom, we gaan naar binnen. Waar hoop je op Kees vandaag? Wat gaan we doen? Ik hoop op een ballad. Lekker rustig liedje. Ik heb ze. Oh, je zit al mee helemaal in de sfeer. Frank, waar hoop jij op? Ik... Feest. Feestnummer. Frank wil elke week feest. Ja, niet iedere week, maar ik... een klein feestje vind ik wel leuk. Of een feestballet. Dat kan dat ook. Feestballet, kan dat? Dat kan, ja. Bestaat er een feestballet? Het is een nacht een feestballet. Oh, het is een nacht een feestballet. Zou een feestballet dan? Oké, daar hoop jij op. Nou, kijk eens hier, het scherm is helemaal blank. Er staan nog geen teksten, nog geen titels op. Daar gaan we zo meteen de tekst op invullen. En het wachten is op de... producer die me zo meteen gaat bellen. Telefoon gaat zo meteen. Vanaf dat moment, als wij de tekst en de titel te horen hebben gekregen, dan gaan Kees en ik de telefoons afstemmen op 3 uur. En in 3 uur tijd is het liedje klaar. En anders hebben we de weddenschap verloren voor deze keer. Nou, we wachten. Oh, hier heb je hem. Oh, ik heb het geluid natuurlijk uitstaan. Ik ga hem eventjes op de speaker zetten. Een goede dag met de mannen van de muziek. Hallo dan. Ik heb weer een gloednieuwe opdracht voor jullie. Oh jee, ja, we zijn heel erg nieuwsgierig. We hebben zitten filosoferen. Ik kwam binnen toen zat Kees een beetje gitaar te pielen. Dus hij zit een beetje in een soort van gemoedstoestand. En Frank die zou het liefst weer feest doen. Maar volgens mij kan het niet elke dag feest zijn. Dat is vandaag ook niet het geval. Ik heb een hele andere opdracht dan de vorige keer. Vandaag is het moet het een beetje een aangrijpend nummer zijn. Het gaat over het verlies van een huisdier en in dit geval een hond. Ik denk dat iedereen wel eens te maken heeft met het verlies van iets. En ik heb al meteen een titel voor jullie, dat is Je Beste Maatje. Je Beste Maatje. Ja. Mag dat ook mijn Beste Maatje, maar Beste Maatje, dat is de titel. Ja, Beste Maatje. En het thema, ja, een beetje aangrijpende gitaarsolo's moeten erin terugkomen. Oké. Okay. Oh. Verder ben je helemaal vrij erin. Maar ook reggae zijn dan. Maar wat voor stijl? Het moet een heel mooi aangrijpend stuk muziek zijn. Ja. Wat mensen in het hart raakt, zeg maar. Oké. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Frank is een beetje uit het veld geslagen. Dit is geen feest deze keer. Yes, maar misschien kunnen we het reggae maken. Is het toch een beetje... Nee, reggae. Kees reggae. Dat is toch niet aangrijpend? Dat is feest. Reggae kan heel aangrijpend zijn. Ja, man. Could you be loved? Oh, nou... Oh nou, ja, inderdaad. Je zegt oh nou. And be loved. Dankjewel, producer. We gaan ermee aan de slag. Yo, succes. Dank je. Ik denk dat het gaat om het verlies van een huis. Je moet niet dan een liedje proberen te maken daar op mens kan staan. Want ik vind de emotie met het verlies van een huis hier toch, dat moet je anders uitdrukken dan... Het is allebei ontzettend veel verlies, alleen... Maar het is anders. Het is anders. Het is anders. En het is ook niet smakelijk om het in de tekst te verwarren, zeg maar. Dus jij wil niet... Kon ik nog maar even bij je zijn? Dat zou ook over een hond kunnen gaan of over een mens. Dat wil je niet. Dus dat liedje zou daarover kunnen zijn, gaan. Dat. En sommige mensen ervaren dat... Hetzelfde. Op dezelfde manier, maar ja...
Ik bedoel er niet mee dat ik dieren minder waardig vind dan mensen of zo. Maar ik zou er toch ik zou meer gewoon juist allemaal leuke herinneringen aan een dier in een liedje willen doen, zeg maar. Dat is een heel vrolijk, beetje Keltisch-achtig, zo'n folkloristisch liedje. Met zo'n hond ben je ook heel buiten, zeg maar, in de bossen en zo. En daar moet het eigenlijk over gaan en dat het nou voorbij is, zeg maar. En misschien op het einde dat er weer een nieuw hondje in je leven komt die hetzelfde meemaakt. De opdracht was, zorg dat een heel aangrijpend liedje, dus een tranentrekker moet het zijn. Het kan toch aangrijpend zijn. Wat mij te binnen schiet, Kees? Even kijken hoor. Old Chap. Dat gaat over een hond, niet? Ja. Die hebben er ooit een keer op in Amerika gedaan. En dat deze stijl, denk ik. Dat is het, denk ik, gevoelsmatig wat hij bedoelt met die gitaar. En een beetje steelgitaarachtig. Het moet echt een countryachtige smartlap zijn, denk ik. We gaan even een stukje kijken. Kijk even mee op het beeld wat er bedoeld wordt. Voor mijn gevoel met het verlies van een hond. Kijk even mee. When I was a lad, old Chap was a pub. Over hills and meadows we strayed. Just... Nou, laten we beginnen. Zoals we'll meet again, don't know where. Oh, 3, 2, 1, klik. Zo. En hij loopt. Mijn beste maatje, aangrijpend liedje over het verlies van een hond. Het verlies van een hond, een tranentrekker, dat er mensen thuis zijn, en dat is echt niet bedoeld om het daarom te doen. Maar als de mensen gewoon terugdenken aan een hondje, dat ze met weemoed dat terugdenken. Dus echt, maar is het dan ook nog gewoon een algemene hond dan? Ja. Heb jij er wel eens toe? Ja. Is het een algemene hond? Dat is de vraag, hè? Ik zou er een politievechthond van maken. Nee, echt waar? Ja. Oké. Okay. Een algemene hond. Algemene pup. Die echt serieus, hè? Echt waar. Echt. Ja, een algemene hond. Ja. Je was een algemene hond. Je was mijn allerbeste maatje. Precies, hè? Afronden. Allerbeste maatje. En dan eind even. Mijn allerbeste maatje. Je was mijn allerbeste maatje. Stond altijd op mij te wachten. Ja. Alle dagen, alle nachten. Alle dagen, alle nachten. In de lente, zomer, winter, herfst. Je was mijn allerbeste maatje. Stond altijd. Je bleef altijd om te wachten. Ja, dat vind ik, je stond altijd om mij te wachten. Dit hoeft dan niet heel emotioneel te zijn, maar dan moeten we even lekker back, weet je? Dat is het refrein. Je was mijn allerbeste maatje. Je stond altijd op mij te wachten. Alle dagen, alle nachten. In de zomer, in de winter. Hier, nou, dit is dus 7 minuten waarin de belangrijkste melodielijn al is bedacht. Ja. Dat is een kwestie van jammen, gewoon even proberen pielen. De melodielijn wordt nu aangepast aan de tekst die we nu even vluchtig hebben geschreven, het refrein. En er komen straks de coupletjes uit en wordt het nummer aangekleed met prachtige gitaar, steel gitaar. En wordt een emotioneel mooi nummer. 7 minuten bezig, wauw. Je was mijn allerbeste maatje. Je stond altijd op mij te wachten. Alle dagen, alle nachten, we waren altijd bij elkaar. Vraag alsjeblieft, dat vind ik irritant. Want ik heb me nooit de melodie niet verzonnen, jij zit erin te zingen. Opnieuw. Zonder jou voel ik me. Stel het even als je dan breek maakt. Zonder jou voel ik me. Zonder jou voel ik me. Weet ik niet meer wat ik. Precies, dat is leuk, ja. Dan zijn wij weer bij elkaar. Zonder jou voel ik me.
Weet ik niet, ja. Weet ik niet waar ik moet. Maar nu ben jij niet langer bij me. Zonder jou voel ik me, weet ik niet waar ik moet. Nee, weet ik niet wat ik moet. Ooit zijn wij weer bij elkaar. Ja, dat is goed. Weet ik niet wat ik moet. Ja, als wat je nog te feesten. We hebben de opdracht gekregen om bellen te maken. En als je het snel is, geen bellet, hè? Nee, dat klopt. Ik vind hem nou hebben. La 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 la. Dan is het echt een bellet, hè, Kees? Ja, ik heb treknol. Even wat ontbijtje. Iets van de frietzaak. Wil je ook iets van de frietzaak, Kees? Broodje frikandel. Broodje frikandel, broodje frikandel. Laat je soep staan, halen we eens. Wat wil jij? Ik ben een soepje aan het maken. Nee joh, dan halen we even iets bij de frietzaak, man. Even een broodje gezond. Maar kan hij ons missen nu? Ja, dat kan wel even. Kees, kunnen wij heel even weg, dat jij met de melodie verder gaat? Ja, dat is goed. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we even naar de frietzaak. Oh. Nou, ga je ook mee? Oké. Okay. Ja. Ik ben zo dankbaar voor die mooie tijd. Dat jij nu weg bent, oh dat doet zo'n pijn. Ik zie nog steeds voor mijn ogen. Zo graag zou ik nog even bij je zijn. Even zo graag, want dat is voor ik. Zo graag zou ik nog even bij je zijn. Nou, het einde is in zicht. We hebben de tekst bijna af. En dan gaan we zo dadelijk zingen. En er is nog... Hoeveel tijd is er nog over? Weet ik niet, even kijken. Ik zie je nog steeds voor mijn ogen. Drie kwartier. Drie kwartier. Dit wordt echt serieus. Zo graag zou ik nog even. Nou, we gaan ons even focussen op de tekst. En dan het laatste couplet. Ik ben zo dankbaar voor die mooie tijd. Dat jij nu weg bent, oh dat doet zo'n pijn. Wil je luisteren? Beetje meer met gevoel, Frank. Weet je hoeveel gevoel ik nou al geef? Ja, dat weet ik niet, maar dan... Ik ben wel heel veel gevoel voor de hand. Ik ben, nee maar echt, ik ben zo dank. Luister nou. Ja. Ik ben, ja. Nou is, ik ben zo dankbaar. Vloeiend. Vloeiend zingen. Ik ben zo dankbaar voor die mooie tijd. Dat jij nu weg bent, oh dat doet zo'n pijn. Pijn. Even luisteren. Pijn. Helaas hebben wij een vastlopen gehad met de computer, dus we zijn eventjes de boel opnieuw aan het opstarten en dan kan ik weer verder zingen. Ja, het is nog 8,5 minuut, maar... We waren op schema om het te halen, want we waren op schema om het te halen, alleen we moeten nou de computer opstarten. Ben je iets verloren, denk je? Hey, zou kunnen, maar dat maakt niet uit. Ja, die tijd loopt gewoon door, ja, dingen gebeuren gewoon. Je was mijn allerbeste 7 minuten 40. En Windows opstarten, ja, dat duurt even, gewoon simpel. Alle dagen, alle nacht.
En dan hopen we dat er niks verloren is gegaan. Safety om de zoveel minuut. Om de 5 minuten safety. Dus het ziet eruit dat de backup goed is verlopen. Dus die ziet er gewoon goed uit, die file. Maar we zijn hooguit 5 minuten kwijt. Dus het kan goed zijn dat dus... Nou is Frank natuurlijk heel langzaam met zingen en ik ben wat sneller. Ja, dus dat komt goed uit. Dus dat komt heel goed uit. Hè? Wat? Deze keer geluk. Ja. Nou, weet je... ik denk, als we nou vastlopen, dat is natuurlijk een goed excuus, maar... Het liedje is klaar. Liedje is klaar. We zien. Maar als we het niet halen, hoeven we ons niet te schamen. Nee, want we hebben het gewoon... het liedje ging trouwens... het schrijven van het liedje ging super snel bij deze. Ja, dus we hebben tussendoor zelfs... zijn we nog even naar de cafetaria geweest. Ja, we hebben een filmpje te kijken. Okay. Maar inderdaad, dat Cubase, dat duurt al even. Ik zie nog steeds voor mijn ogen... Luister... Ik zie je nog steeds voor mijn ogen. Zo, een beetje geknepen. Iets dichter bij de microfoon. Open. Ik zie je nog steeds voor mijn ogen. Alle dagen, alle nachten. Ja, jij stond altijd voor me klaar. Oké, en dan gaan nu Nol en Frank voor jullie zingen. Mijn allerbeste maatje. Ik ben zo dankbaar voor die mooie tijd. Dat jij nu weg bent, oh dat doet zo'n pijn. Ik zie je nog steeds voor mijn ogen. Zo graag zou ik nog even bij je zijn. Mijn goede vriend, ik laat je los. Ik zal je missen, nooit vergeten. Je was mijn allerbeste maatje. En jij bleef altijd op me wachten. Alle dagen, alle nachten. Ja, jij stond altijd voor me klaar. Je was mijn allerbeste maatje. Maar nu ben jij niet langer bij me. Door de straat en ik roep vergeef je naam, maar je komt er niet meer aan. Ik wist niet dat stilte zo kil kon zijn. Oh, het verscheurt me en dat doet zo'n pijn. Hier met je halsband in mijn handen. Ik zou zo graag nog even bij je zijn. Mijn goede vriend, ik laat je los. Ik zal je missen, nooit vergeten. Je was mijn allerbeste maatje. En jij bleef altijd op me wachten. Alle dagen, alle nachten. Ja, jij stond altijd voor me klaar. Je was mijn allerbeste maatje. Maar nu ben jij niet langer bij me. Nu loop ik doelloos door de straat. En ik roep vergeef je naam. Maar je komt er niet meer aan. Nee, je komt er nooit meer aan.